Hi allemaal en leuk dat jullie weer kijken. Ik ben nog steeds on the road to Electronic Family. En ook vandaag scheur ik weer in mijn Electronic Family cave het hele land door. En we hebben vandaag dus hoog bezoek. En daar zul je hem ook wel hebben. Hey, hier alles goed? Ja, met jou? Ja, goed. Mooi. Kijk eens, ik heb heerlijk gewassen wolkjes. Oh, lekker zeg. Oh, dat hoort smullen. Ja. Wat we gaan doen, hè? Ja, ik ga een van mijn jeugdhelden ontmoeten. Ik weet nog heel goed, toen ik vroeger de kleine Ruben was, toen ging ik altijd naar Trans Energy, noem het allemaal op, en dan draaide Marco V altijd. Ja. En ik weet nog wel dat ik deze plaat toen gekocht heb. Deze serie, die hing bij mij aan de muur. Dat is echt gaaf. Dus ja, we gaan voor Electronic Family iets leuks doen. Ja. En daarvoor gaan we naar Marco V volgens mij, toch? Jazeker. Ja. Vind je het spannend om hem te ontmoeten? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, tuurlijk. Toch wel? Zoals ik al zei, het is gewoon een jeugdheld. Ja. En dan veel plezier. Ik zie jou straks. Ja, ik ga niet mee, want dit was toch een beetje voor mijn tijd. Dus, serieus? Jullie, ja, dus jullie zoeken op maar lekker uit met z'n tweeën. Nou, dan zie ik je straks. Ja, is goed. Tot straks. Doei. Tot straks. Nou, hier zijn we dan bij Marco V thuis. En ik heb wat verrassingen meegenomen. Eens kijken of dat hij er is. Ik denk het wel. Hey Marco! Hey, alles goed? Goed je te zien, man. Leuk, man. Ik heb wat voor je meegenomen. Lekker. Bossenbolletjes. Dit is niet de studio. Nee? Nee, dit is de... Wat ik eventjes mijn eigen voorbereid als ik ooit moet gaan draaien. Met, techniekjes. Af en toe vinyltje nog. Leuk. Ja. En hier hangen die... Gouden platen. Oh ja, die andere. God. Oh ja, Loops and Things. Ik heb ze allemaal. Hey, we zijn hier met een hele grote reden, want Electronic Family, de kaartverkoop gaat enorm hard. Oké, okay, top. We willen een afterparty gaan doen, met een set voor jou, maar we willen iets speciaals. Heb jij een idee? Ik heb een idee. Ik denk dat ik lekker vanaf vinyl ga draaien. Oké. Okay. Gewoon mijn oude die platen sowieso. En lekker een Vision vinyl set. Nou, dat is mooi, want ik heb hier heel die Vision serie bij me. Ja, die gaan zeker voorbij komen. Hey, zou je deze misschien kunnen signeren voor mij? Want ik ben toch een beetje een fanboy. Echt? Deze vroeger gekocht en deze hing vroeg bij mij in de kamer, moet je nagaan. Dus zou je deze even willen signeren? En dan mocht jij nou ook een plaat willen winnen van Marco V, doe even een comment hieronder later. En dan misschien wil jij dan een plaat van Marco V gesigneerd. Hé, hey, wat is nou speciaal aan een vinylset in plaats van dat je nu met USB'tjes draait? Ja, het is heel anders natuurlijk. Je moet... Ja, de hele techniek is anders. Ja. Je kunt bijvoorbeeld niet springen achter de draaitafels, want dan gaat die naald uit het. En natuurlijk even een paar uurtjes rondpluizen in je eigen vinylcollectie. Ja, sowieso. Dat kost ook wel even tijd, maar dat is wel leuk om te doen. En even die oude herinneringen ophalen. Nou, ben benieuwd. Nou, dan gaat in ieder geval een fan heel blij zijn met de vinyl wat je nu in het serieën bent. En we zien met z'n allen uit naar je set. 20 juli, uit van je Top. Family. Marco V. Hey, Ira. Oh, shit. Ik zie je later, Marco. Hey. Hey, Ira. Je was er alweer. Ah, hey. Dat was vet. Ja, was leuk. Ja, ik ben klaar voor de 20ste. Ja, ik ook. Op naar de 20ste. Op naar de 20ste.